nou, met het referendum. Zijn ze al geweest? Dit is de vraagstelling. Leden van de stadsraad gaan deur aan deur om de mening van de inwoners te peilen. Wat vinden de Monnikendammers van de uitbreidingsplannen van Scheepswerf Hakvoort? Goeiedag. De 20 stadsraadsleden die zijn daar heel gemengd in. De helft is voor en de helft is tegen. Dus daarom gaan we een referendum houden om de mening van de 2000 inwoners van dit pittoreske centrum van Monnikendam naar de mening te vragen. In de toekomst wil de scheepsbouwer flink gaan uitbreiden. In plaats van de ene hoge en twee lage loodsen die er nu staan, komen er vier hoge loodsen. Midden in het historische stadscentrum. Goedemorgen. Aan de ene kant denk ik van zo'n prachtig bedrijf moet hier eigenlijk gewoon kunnen functioneren. Maar ja, ik heb steeds het gevoel van het galgeriet is zo groot, er zijn meerdere plekken waar zo'n bedrijf verder kan uitgroeien. Monnikendam heeft wat dat betreft toch wel wat meer te bieden als alleen die plek. Nou, ik weet niet of dat goed hier in te vatten valt. Want wij hebben voor of tegen. Dus je zegt van... Komt het eigenlijk het dichtst bij voor. Het dichtst bij voor. Het wordt wel heel erg groot. En ik ben bang dat dat heel erg veel overlast gaat verzorgen. Het is een dilemma van werkgelegenheid versus beschermd historisch stadsgezicht. Dus dat gaat nog knap lastig worden? Ik denk dat het knap lastig wordt, ook voor de raad. Maar wij hopen dat onze input bijdraagt aan een goede besluitvorming. Nou, succes. Ja. Bedankt. Okay. 14 december is de uitslag van het referendum bekend. 3 dagen later praat de gemeenteraad over de uitbreidingsplannen van de scheepsbouwer.